maar mijn mond is verdoofd. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag, het is nu 7:30. Het is niet dat ik echt speciaal vroeg op moet, maar ik dacht, zo raken we in een goed slaapritme. Als je elke dag, zelfs het moment opstaat, zelfs als je niet naar je werk moet. En tijd voor een nieuw briefje. Allemaal taxietjes. Net even ontbeten. Ik heb ook een nieuwe hoesje aan mijn telefoon gedaan. En ik merk dat ik een beetje spierpijn heb, omdat ik gisteren ben gaan zwemmen. Dat was al even geleden. Zo waarschijnlijk dat mijn spieren dat niet meer gewoon zijn. Dan ga ik richting mijn bureautje om wat te werken aan mijn blog. Hey, het is al heel de morgen aan het trainen en binnen een kwartiertje, ongeveer 20 minuten, moet ik bij de tandarts zijn. Ik heb aan mijn video's... ik moet die niet toegesmeten hebben. Ik heb mijn video's beginnen uploaden. Ik heb ook een berichtje gemaakt met de leukste iPhone-achtergronden. Althans, daarmee ben ik bezig. Ik ben nog niet klaar ermee. En nu ga ik mijn tanden poetsen, mijn schoenen aantrekken, mijn rief verzamelen. En straks ga ik goed verdoofd zijn, want het is haartjes dat ze moet vullen. Hallo, ik ben net terug van de tandarts. Sorry als ik een klein beetje raar spreek. Maar mijn mond is verdoofd. Heel mijn bovenkaak. En daarom spreek ik iets. Allee, zijn de mondbewegingen dat ik maak iets anders dan normaal. Ik was ook nog maar net vertrokken. En ik merkte dat ik mijn regenjas niet mee had. Dus handig als het er heel de dag regent. Ik kan precies dit niet meer naar boven doen. Echt raar. Ik weet dat ik de woensdag altijd was als mijn zus toekomt. En mijn zus komt pas 1:30 toe. En het is nu 11:30. Dus hopelijk is het dan tegen dan al een beetje uitgewerkt. Sowieso is het maar soep die ik drink vanmiddag, dus veel heb ik niet nodig. Maar wel deze mondspieren. En het was wel nog grappig en awkward tegelijk. Maar ik moest bij de tandarts mijn mond spoelen. En dat ging niet. Dat ging echt niet. Dus al het water liep gewoon naast mijn mond uit. En dat was echt mega awkward. Maar ze zei dat dat al nogal vaker gebeurde. Dus ik ga er niet te veel mee inzetten. Ik heb mijn video al even opgenomen. En nu kijk ik gewoon heel de tijd triester. Het is nu 11:50 en ik heb bijna nog niks gedaan sinds ik jullie heb gesproken voor het laatst. Dus ik ga nu iets anders doen. Want ik merk dat bloggen toch eventjes niet gaat. Weet je wat ik ga doen? Ik doe al heel de maand oktober mee aan de Minimalism Challenge. En dat is een challenge waarbij je elke dag een ding weg doet. Zoals op dag 1 doe je 1 ding weg. Op dag 2 doe je 2 dingen weg. Op dag 3 doe je 3 dingen weg. En ik zit nu op dag 16. Dus vandaag moet ik 16 dingen weg doen. Wat het probleem is, dat al die dingen in de weg beginnen staan die ik wegdoe. Dus nu ga ik er sorteren van wat ik wil verkopen, wat ik wil doneren en wat gewoon in de vuilbak mag. Dat gaan we nu doen. Jenny van de blog heeft mij geïnspireerd om deze challenge te doen. Maar ik heb een tijd lang de Minimalism podcast geluisterd en daar had ik eigenlijk voor het eerst van de challenge gehoord. Dat is de tafel die ik ga doneren. Dit kabeltje is voor de vuilbak. En de andere dingen ga ik proberen te verkopen of door te geven aan mijn familie. Dus ja.
Nu ga ik even kijken of ik de 16 dingen voor vandaag kan vinden. Vandaag was het dag 16 en ik merk dat het echt moeilijker begint te worden, de challenge. Aangezien je denkt, oh nee, dat wil ik houden. En dan denk je, oh nee, ik heb dat eigenlijk toch niet nodig. Waardoor dat deze challenge wel goed is, maar waardoor je echt heel snel keuzes moet maken. En ik heb al sommige dingen al meer dan één keer uitgezocht en ik denk nu van, ja, nu gaat het weg. Dat is moeilijk. Ik heb ook ondertussen mijn Color Rista Hair Color Shampoo tegengekomen. En misschien moet ik mezelf een beetje rosser maken. Of misschien zo enkel eerst uiteinden. Om te zien hoe goed dat het pakt. Voordat ik echt heel goed ga doen. Want het is nu moeilijker om zulke dingen te doen aangezien ik werk. En ja, ik werk aan het onthalen, dus het moet oké blijven. Dus ja. Ondertussen is het 11:15. En ik ga nu proberen om toch de intro te schrijven van dat stukje blogbericht. En ondertussen staan er echt al 4 zakken klaar om te verkopen. En om eerst ook nog een keer met mijn ouders te spreken. Om te kijken of dat zij niks nodig hebben van die spullen. Nou, het voelt echt raar. Misschien is het ook wel leuk als ik eerst wat TikToks maak. Want het licht zit hier eigenlijk nu redelijk goed. Hey, ik heb echt niks gedaan. Ugh. Dit is gewoon irritant. Oh my god. Wat kun je nog niet doen? Irritant. Oh, vanavond had ik het moestuinteam. En dat was richting mijn ouders. Dus ik ben eerst bij mijn ouders geweest. En dan heb ik het moestuinteam gedaan. Het was het laatste moestuinteam. Dus voor het laatste keer iemand anders in tuin gaan bezoeken. Dat was wel leuk. Jammer genoeg regent het. Dus we hebben een verkleinde tour gedaan, maar daarachter hebben we nog kunnen proeven van alles en nog wat. Dus dat was echt tof. Ik heb een van de lekkerste appels ooit gegeten. Ik heb supergoeie pompoensoep gedronken. Ook nog een keer een rode bietje gegeten. Echt tof. En daarvoor heb ik bij mijn mama gegrilde butternut uit de oven gemaakt en gegeten. En van die vegetarische kipcorn gegeten. Ook heel erg lekker. En ik ben echt aan het veranderen in een heite wollen sokken type. Want ik heb, ik ben dit weekend denk ik, of eind vorige week, ben ik begonnen met het leren breien. Ik ben echt heel erg traag, maar het begint te lukken. Dat stukje heb ik al zelf gebruikt. Dus het duurt nog lang voor ik een sjaal op ga hebben. Ik raak ongeveer 1 lijntje verder elke thuisaflevering. Ik moet zeggen dat ik wel begin breien. Maar op de helft van de thuisaflevering. Dus ja, zo vlug kan dat ook niet gaan. Maar het gaat wel echt traag. Ik ben echt niet goed. Ik ben echt nog geen vlotte breier. Dus. Maar we zullen het leren. Ja, ik leer mijn kleren uitzoeken voor morgen. Want ja, het is tijd voor een andere outfit. Met mijn tand gaat het trouwens beter, alhoewel ik merk dat hij een klein beetje gevoeliger is geworden. Ja, we liggen hier uiteraard nog dingen op mijn bed. Tijd om mijn kleerkast in te duiken. Ik ga morgen gewoon voor een jeansbroek gaan, denk ik. Hopelijk word ik morgenochtend dan niet nat regent. Mijn topje. Ik moet nu nog iets van deze kant. Ik had eigenlijk wel zin in een brunch. In een leuke simpele shirt met het truitje erover.
Ik vind mij dan altijd af, is dat zo? Is dat werkelijk, hè? Of, ga je voor een hemdje? Maar wordt het koud vanmorgen? Misschien moet ik eerst het weer checken. Anders is deze streepjes trui ook wel leuk. Op deze streepjes trui. Of deze trui, echt een van mijn favoriete truien. Maar ze zien hoe koud het wordt morgen. I will check. Het wordt morgen 16 graden, maar wat weet ik daar nu eigenlijk mee? Niks. Ik denk dat ik gewoon voor mijn favoriete H&M trui ga halen. Sokkies. Niet van de Adidas. Of toch het hemdje. En dan mijn sture botten eronder. Maar ik ga sowieso mijn stoere botten eronder doen, want mijn schoenen zijn nog nat van zonder. Choices, choices, choices. Nee, we gaan toch voor deze. Hey, mijn haar is in plechtjes, omdat het eigenlijk gewoon heel erg dringend gewassen moet worden. Want het is altijd plakker en vies na het zwemmen. En ik heb vandaag geen zin, slash geen tijd gehad om het te wassen. Ik had echt wel tijd kunnen maken. Dat is voor mij geen prioriteit vandaag. Kaarsje. Het is echt zo. Een herfstkaars. Het is dan ook een appeltje. En ja. Ik ga nu lezen. Hi, het is nu 10:55. Ik moet echt gaan slapen. Ik was aan het lezen in dit boek. Schaduw van de Vos van Julie Kahawa. Dit is een boek die ik heb gekregen van HarperCollins, Young Adult, de uitgeverij. En ik altijd heel moeilijk om daarin te komen, want nu is het zo moeilijk om elke avond het boek weg te leggen. Sowieso komt er nog een uitgebreide boekreview van online.